welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik eens een keer wat anders dan anders. Het was de eerste keer sinds lange tijd dat ik echt even zoiets had van oké, wat wil ik gaan filmen? Want zoals jullie weten, Shark Gaming bestaat bijna uit 700 video's. Dat is damn it veel. En ja, soms ben ik echt even inspiratieloos. Het is wel heel erg leuk, want zo blijf ik altijd creatief bezig. En besef ik me wel heel goed wat ik maak. Wat ik ook heel belangrijk vind overigens. Maar ik wil wel echt goed werk afleveren. En soms had ik even zoiets van, wat wil ik nou gaan doen? En zoals jullie weten, ik zit in behoorlijk veel verschillende Facebookgroepen. Echt beauty, make-up, van alles. En ik zag de laatste tijd zoveel vragen voorbij komen over beauty webshops, make-up webshops. Ook wat fashion, maar vooral beauty. En dan vooral internationale webshops. Nou, doordat ik natuurlijk Shark Academy heb, doe ik al best wel een tijdje veel bestellen op internet. Dat is van Amerikaans tot Engels tot echt van alles. Ook gewoon Nederlandse webshops uiteraard. Maar vooral de Amerikaanse webshops en hoe het zit met invoerkosten en dat soort dingen, daar krijg ik nogal vaak vragen over. En het leek mij leuk om in deze video een aantal van mijn favoriete webshops uit het buitenland, die ik regelmatig bezoek, om daar kort even mijn mening over te vertellen, over mijn ervaringen ermee. Goede of juist niet goede feedback die ik jullie kan vertellen, zodat ik eigenlijk iedereen kan behoeden van verkeerde websites of neppe producten en ook gewoon kan overtuigen als je heel lang aan twijfelt om iets te bestellen, om het gewoon een keer te doen. Voor mij is dit ook een beetje nieuw. Mocht u het bijvoorbeeld leuk vinden, kan ik het ook vaker doen met bijvoorbeeld Nederlandse webshops, fashion webshops of wat dan ook. Wat dan ook. Oh, dit was lekker dit. Oh, fijn. Ja. Het is helemaal aan jullie wat jullie ervan vinden. Het is voor mij ook even een uitprobeerseltje, maar ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen, anders blijf ik omheen dwalen. Voordat ik begin, wil ik jullie heel even dit superleuke kussen laten zien. Ik bedoel, hallo, hoe leuk is deze? Deze heb ik vandaag gekocht bij IKEA. En het was een limited edition collection. En ik kwam deze tegen en ik dacht, I need you in my new room. En ik ben natuurlijk nog niet verhuisd. Maar alsnog, I love this one. En het is zo zacht. Het is alsof velvet. En ja, hij kan ook praten. Hè? Burp, 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 burp. Oké, flauw. Maar goed, zoals jullie vast al weten, ik ga natuurlijk binnenkort verhuizen. En ik ben vandaag bij IKEA geweest voor mijn nieuwe Paxkast, want ik heb al heel lang dezelfde kledingkast. Ding valt bijna uit elkaar. Ik had heel erg een nieuwe kast nodig. Dus vandaar dat ik natuurlijk heel erg graag wilde kijken bij IKEA. Die kast is besteld voor mijn nieuwe kamer. Ik heb ook een nieuw bed. En dan heb ik in ieder geval een leuk kussen erbij. Dus ik vind het helemaal leuk om daar nu mee bezig te zijn. Dat wilde ik jullie nog even delen. Als jullie binnenkort bijvoorbeeld interesse hebben in verhuisvlogs of wat tips voor mijn kamer. Want mijn kamer wordt straks wat meer een L-vorm. Wat nu wat meer gewoon vlak is. Wordt straks wat meer een L. Dus als jullie daar nog wat dingen over willen, verhuisvlogs of inspiratie of dat soort dingen, let me know beneden in de comments. Let's get started with the video. Want anders zijn we dadelijk nog 3 uur aan het praten. Wat overigens heel gezellig is, maar daar zijn de kletsvideo's voor. Ik begin met een webshop die ik best wel heel vaak gebruik voor veel verschillende merken. Ze hebben het onder andere Huda Beauty, Violet Fast. Ze hebben ook Lime Crime. Even kijken, wat heb ik me nog meer veel besteld? Jouer hebben ze er onder andere, Jouer Cosmetics. Ze hebben best wel veel merken die wij hier niet in Nederland makkelijk kunnen kopen. Het voordeel van Kill Beauty vind ik dat er veel te koop is. Dat je vaak leuke goodies krijgt. Soms hebben we vaak acties. Dat je zoveel euro uitgeeft aan bijvoorbeeld Huda Beauty. En dat je voor die prijs er een liquid lipstick bij krijgt. Of dat je leuke samples krijgt. Daar zijn ze best wel heel erg goed in. Wat ik ook echt een goede toevoeging vind van de webshop. Ik vind dat er best wel snel verzonden wordt. Ik heb een keer mijn Huda Beauty Desert Dusk Palette besteld. Nou stond ik wel op de wachtlijst daarvoor. En volgens mij was hij binnen een week binnen. Nou, ik kan je vertellen op zich, Engeland, Nederland, het is netjes een week. Maar het is ook wel snel, moet ik zeggen. Dus ja, ook daar ben ik echt super tevreden over. Het is een van mijn favoriete webshops. En als ik een van die merken iets nodig heb, vaak Huda Beauty, bestel ik sowieso bij Cult Beauty. Je hoeft geen invoerkosten te betalen. De prijzen liggen gewoon reëel. Ze zijn echt niet veel duurder als andere webshops. En het enige wat je wel betaalt is verzendkosten. Maar die is vaak best wel oké. Ik zal even wat merken opnoemen die ik wel erg leuk vind die ze er hebben. Die ik voor de rest lastig kan kopen. Dat is onder andere, nou, Anastasia voor een goede prijs. Beauty Bakery is sinds kort ook gekocht bij Boozy Shop. Maar volgens mij is dit qua prijs net iets voordeliger. Ze hebben Cover Effects. Volgens mij hebben ze ook wel alle producten ervan. Huda Beauty. Jouer, zoals ik net vertelde. Lime Crime hebben ze er dus. Dus stel dat je bijvoorbeeld iets wil bestellen van Lime Crime, maar niet per se op de site zelf wil bestellen, omdat je niet zoveel nodig hebt, zou ik het lekker bij Cult Beauty bestellen. Prijzen liggen echt chill en ik vind dat het sneller binnenkomt. Ze hebben Morphe onder andere.
Ze hebben onder andere ook Stila, waar ik bijvoorbeeld ook de liquid eyeshadow van heb. Violet Vast, wat ik dus een heel fijn merk vind voor oogschaduwpaletten, zoals jullie weten. En dat was het eigenlijk wel. Ze hebben vooral heel veel skincare merken, waar ik nog nooit van gehoord had, een aantal haarmerken. Dus best wel een behoorlijke variëteit op de website. Wat ik al zei, dus echt een heel groot assortiment te koop. De klantenservice werkt heel fijn, want ik heb één keertje gehad dat ik een palet wilde bestellen. En die kwam uiteindelijk, kreeg ik geen bevestiging dat het verstuurd was. Toen dacht ik, nou wat raar, het is nou toch wel een tijdje geleden. Heb ik heel netjes een mailtje gestuurd van, joh, koekoek, hallo, waar is mijn palet? En toen heb ik heel netjes een kortingscode gehad voor mijn volgende bestelling van voor mijn 15 euro korting. Ook best wel veel. Uiteindelijk kreeg ik mijn palet plus mijn korting. Dus ja, ik was heel erg blij. Dus ik vind ook dat ze de klantenservice gewoon goed onderhouden. En ik ben over Cult Beauty 2 hele dikke duim omhoog. Ben ik heel tevreden over. En bij Cult Beauty kan je heel makkelijk betalen met PayPal. Je kan ook met creditcard betalen. Ik gebruik vooral PayPal. Dat is wel fijn om te weten. Volgens mij zit er ook geen tax aan hoeveel euro je aan moet uitgeven. Dus dat vind ik heel erg fijn. Gaan we gauw verder naar de volgende webshop. Deze is jullie waarschijnlijk wel bekend. Dat is namelijk Beauty Bay. En Beauty Bay heeft heel veel merken. Volgens mij zelfs nog wel meer als Cult Beauty. Beauty Bay is dus een webshop, dat is iets lastiger qua betaling. Het is zo dat je daar ook met PayPal kan betalen, maar volgens mij kan dat pas vanaf 100 euro. En ja, weet je, ik vind dat zelf echt waardeloos, persoonlijk. Als je bijvoorbeeld maar één dingetje wil kopen, dan is het dus heel lastig. Dus wat ik je in ieder geval wil adviseren, als je heel graag iets wil kopen, dat ze alleen op Beauty Bay verkopen, een merk, doe het dan in een groepsorder. Dus met een vriendin samen of met een paar vrienden samen. Of kijk even op Facebook in een aantal groepspagina's waar ze bijvoorbeeld iets willen bestellen van Beauty Bay. En ga op die manier samen met elkaar bestellen. Want zo is het voor jezelf goedkoper en ook voor degene die meedoen. Want ja, anders dan moet je bijvoorbeeld nog meer kopen dan dat je eigenlijk wil. Zodat je kan afrekenen. Ja, vind ik niet zo heel ideaal. Ik weet zelf ook niet wat daar de reden van is. Maar ik vind het echt vervelend. Beauty Bay heeft wel echt onwijs veel merken. Ik zal even de merken opnoemen die ik bijvoorbeeld bijzonder vind op deze webshop. Dat is sinds kort Artist Couture. En dat zijn losse highlighters. Hele populaire highlighters. Ze hebben BH Cosmetics. Dat is ook best wel een goed merk. En goed qua prijs ook, vind ik. Colored Rain is ook een heel mooi merk voor oogschaduwpaletten. En losse oogschaduws ook trouwens. Ze hebben Dose of Colors. Ja, een beetje bekend van alle de producten eigenlijk wel. Zowel de lipproducten als oogschaduwproducten. Dose of Colors, de meeste mensen kennen het denk ik ook wel. Ze verkopen ook de wimpers van House of Lashes, dat zijn nepwimpers. Ze hebben ook Illamasqua en dat is een merk wat ik wel eens gekocht heb in Londen. Maar ze verkopen het dus ook bij Beauty Bay. Eén wat best wel bijzonder is, dat is Jeffree Star Cosmetics. Ja, dat is gewoon super chill, ik kan niet anders zeggen. Op zich is alles ook wel eerder binnen als bij ons bijvoorbeeld in Nederland. Dus ja, als je echt die hard fan bent, dan is Beauty Bay vaak wel het handigst om het te bestellen als je niet op zijn eigen site wil bestellen. Ze hebben Juvia's Place. Ik kom zo terug over wat ik nog meer heb te vertellen over de eigen site van Juvia's Place, maar je kan het dus ook bij Beauty Bay bestellen. Ze verkopen de make-up line van Laura Lee voor degenen die daar interesse in hebben. Wat ik vooral veel besteld heb bij Beauty Bay is Make-up Geek, toen het echt nog heel booming was. Ze verkopen ook de RCMA poeders. Voor degenen die die kennen, hele bekende poeder. Ze verkopen ook Storybook Cosmetics en dat is volgens mij altijd een beetje geïnspireerd op sprookjes of verhalen. En ja, op zich ook wel een tof merk als je daar een beetje in geïnteresseerd bent. Ze hebben ook Velour Lashes. Qua assortiment is Beauty Bay zeker een van de grootste. Qua service daarentegen heb ik al een aantal keer wat dingetjes meegemaakt. Ik heb een tijdje geleden, echt al een behoorlijke tijd geleden hoor, een hele grote bestelling gedaan voor heel veel oogschaduws van Make-up Geek. Ik kreeg ze later binnen als verwacht. Ik heb daar ook een aantal mails over moeten sturen. En het duurde echt even voordat het op gang kwam. Dus mijn mening over de customer service, in die tijd vond ik ze sloom daarin. Het duurde gewoon lang voordat je een reactie krijgt. Ik oordeel dus ook puur op mijn eigen ervaring in deze video. En niet op wat de meesten ervaren, maar mijn eigen ervaring. Want dat is waar jullie om gevraagd hebben. En wat uiteindelijk was, toen kreeg ik ze binnen. En toen kreeg ik twee kleuren die zeg maar anders waren. Dus ik had twee kleuren helemaal niet besteld die ik erbij kreeg. En de kleuren die ik wel besteld had, die zaten er niet bij. Dus dat was een beetje grappig. Uiteindelijk mocht ik die andere twee wel houden. Toevallig wel mooie kleuren, dus dat kwam goed uit. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik wel echt heel erg geïrriteerd was van het feit dat ik bijna geen reactie terugkreeg. Of nou, dat ik het eigenlijk bijna uit moest trekken van jongens, dit is niet echt de bedoeling, wat gaan we hiermee doen? En ik kan me nog wel herinneren dat ik dat niet zo heel prettig vond.
Voor de rest vind ik het wel heel tof dat ze regelmatig sale-acties hebben. Dat kan zijn op alle oogschaduwpaletten, alle kwasten, alle lipproducten. Daar zijn ze echt best wel heel fanatiek in. Ze doen ook veel met social media. Dus daarin vind ik Beauty Bay echt wel tof. Het nadeel ervan vind ik dus vooral dat je qua betaling gewoon wat beperkter bent. Dus zorg er vooral voor dat je met een groter aantal mensen bestelt of echt een grote bestelling doet. Zodat je het gewoon wat makkelijker kan betalen allemaal. De volgende webshop is Tarte Cosmetics. Zoals jullie weten, ik ben sinds best wel een kleine tijd wat meer een Tarte fan geworden. Het is niet zo dat ik nu alles weg heb gegooid en alleen maar Tarte gebruik. Maar er zijn wel een aantal producten die ik echt wel heel fijn vind van Tarte. Wat onder andere natuurlijk de Shape Tape Concealer is, zoals jullie weten. Sinds de dag dat ik hem ontdekte is hij niet meer van mijn zijde geweken. Maar het bestellen van Tarte is op zich te doen. Het nadeel van Tarte is de verzendkosten. En het voordeel ervan is wel dat het naar Nederland verzendt. Dat het heel makkelijk met PayPal te betalen is. Dat je eigenlijk gewoon het best wel snel binnen hebt. Ik denk dat het meestal wel 1,5 tot 2 weken duurt. En dan is het er echt. En dat is gewoon netjes. Het voordeel vind ik ook dat je een soort punten kan sparen. Waarmee je weer kortingsacties krijgt en dat soort dingen. Ze hebben ook wel wat sale-producten. Niet heel veel, maar het is toch leuk dat ze eraan meedoen voor toch best wel een high-end merk eigenlijk. En ik heb daar nu denk ik al een aantal keer wat besteld. En ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad of whatever. En wat ik zei, je kan heel makkelijk met PayPal betalen. Het enige nadeel vind ik dat er een aantal producten zijn die altijd van kortingscodes afwijken. Dus er is regelmatig korting op de site. Gewoon van die toffe acties. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden een video gemaakt dat ik volgens mij een heel tasje vol met spullen voor $75 had. €75. Volgens mij was het zoiets. Nou, dat was echt een top deal. En dat was ook echt heel erg leuk. Maar het nadeel is dan wel dat bijvoorbeeld als je zegt, ik wil heel graag de Tarte Shape Tape kopen. En je hebt ook een kortingscode gezien op social media. Dan bijvoorbeeld de Tarte Shape Tape concealer. Ja, die is excluded from promotions. En dat vind ik dan altijd wel een ding dat ik denk, Tarte, waarom doe je dat nou? En het is gewoon exclusiviteit. En ik denk omdat het gewoon een heel populair product is, dat ze de oplagen misschien wat kleiner willen houden. Zodat het wat exclusiever is om te kopen. Voor de rest vind ik dat het heel duidelijk uitgelegd wordt hoeveel kleuren er te koop zijn. Welke kleuren? Op zich zijn de staaltjes van alle kleuren altijd heel duidelijk. Je ziet altijd gelijk na je bestelling wat de totaalprijs is. Er komen niet later nog invoerkosten bij. En dat is met heel veel webshops wel. Tarte, zeg maar de prijs, op het moment dat je hem gewoon op Nederlands zet, zeg maar qua taal, dan rekent hij gelijk om. Dus het is wel duurder dan bijvoorbeeld dat je het in Amerika zou kopen. Maar het is wel gelijk berekend voor je. Dus dat vind ik een heel groot voordeel. En het fijne vind ik eigenlijk ook dat Tarte vooral gewoon heel erg makkelijk daarin is. En het is niet allemaal nog gedoe met, oké, hoeveel krijg ik er dan nog bovenop? Nee, het zit er gelijk in. De prijs die je betaalt is de prijs die je bestelling is. En dat is dus inclusief invoerkosten en inclusief verzending. Dat is je totaalprijs. Dus ja, dat vind ik gewoon echt super netjes. En ik zou er zo nog 10 keer op Tarte kunnen bestellen. De service is echt top. Betaling is top. En wat ik zei, de verzending, het is best wel snel binnen. Assortiment is groot. Dus mocht jij je hele leventje al gedacht hebben van, wauw, die Tarte Shape Tape, die wil ik zo graag proberen. Wacht dan niet langer en doe het gewoon. Want het is veilig, het komt aan. Het is top. De volgende webshop die ik ga behandelen is Juvia's Place. Nou heb ik daar niet heel veel ervaring mee. Ik heb er namelijk maar 2 keer besteld waarvan 1 een groepsorder was en de 2e heb ik zelf besteld. En de laatste was afgelopen Black Friday, dat was vorig jaar. En daar bestelde ik het Saharan 2 palette, deze beauty. En deze beauty, ik was echt een pain in the ass om te krijgen leek wel. Met Black Friday was er namelijk korting bij zowel Beauty Bay als Juvia's Place. Maar de korting was eigenlijk handiger via Juvia's Place, want het was een hogere korting. En bij Beauty Bay moet je natuurlijk boven de €100 zitten, wil je met PayPal kunnen betalen. En volgens mij was dat palet destijds €35 uit mijn hoofd. Dus ja, dat was eigenlijk te weinig. En je kan dan nog wel met creditcarden zo betalen, maar ik heb geen creditcard. Dus besloot ik het te bestellen bij Juvia's Place. En dat was eigenlijk een set die ik wilde met het Magic Palette en het Saharan 2 Palette. Uitverkocht. Super balen. Dus ik heb mijn bestelling geplaatst op alleen het Saharan 2 Palette. Met de code Black Friday ofzo. Ik deed voornamelijk, doe ik eigenlijk met al mijn bestellingen regelmatig mijn track and trace code checken.
En er gebeurde maar niks. Hij bleef maar in Amerika. Dus ik had zoiets van... Where are you, my palette? Nou, ik denk dat op een gegeven moment dat we 2 weken verder waren... Black Friday was al lang de weg voorbij. En ik had hem nog steeds niet. Dus op een gegeven moment heb ik een mail gestuurd naar Juvia's Place. Van, joh, woehoe, weet je. Ik heb mijn palet nog steeds niet gehad. Toen kreeg ik in eerste instantie een bericht van... Ja, nee, we gaan het voor je fixen. En, nou, uiteindelijk gebeurde er niks. Maar er was een live chat op die site. Heb ik gezegd van, joh, weet je, jouw collega zei dat ik een nieuwe zou krijgen. It's still not happening. En op een gegeven moment heeft diegene er dus voor gezorgd dat het palet opnieuw opgestuurd was. Waarschijnlijk is het bij de douane kwijtgeraakt of iets. Is natuurlijk echt niet netjes. Is ook niet de bedoeling. Ik was ook echt niet blij. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar als het voor me opgelost wordt, het kost me voor de rest niks. Dan hoor je mij niet. Het is wel vervelend, want ik wilde het destijds gebruiken voor een video. Dan moet ik wachten, planning uitstellen, super balen. Maar ik heb het wel gehad. En dat is wel iets wat ik wilde vertellen. Het is zeker heel belangrijk om altijd te controleren hoe het zit met betaling, hoe het zit met invoerkosten. Maar het allerbelangrijkste is dat wat je bestelt, het ook ontvangt. Want dat is uiteindelijk waarvoor je die bestelling hebt gedaan. En dat heb ik gehad. Dus vandaar ben ik ook tevreden over de site van Juvia's Place. Wel een beetje met haken en ogen. Maar je zal net zien dat ik net weer die pechvogel was die hem gewoon niet heeft ontvangen. Maar uiteindelijk heb ik hem wel gehad. En daarom zou ik, als ik jullie was, eerder bij Juvia's Place bestellen dan bij Beauty Bay. Puur omdat je bij Beauty Bay een bepaalde max moet hebben voor je PayPal als je daarmee wil betalen. Juvia's Place is het geen probleem. Vaak zijn er kortingsacties. En uiteindelijk krijg je het wel gewoon binnen een goede tijd binnen. Dus dat is wat mijn mening zou zijn. Dat zijn eigenlijk de webshops waar ik de meeste ervaring mee heb. Of waar ik wat dingen heb meegemaakt die ik even met jullie wilde delen. Mocht er nou nog een webshop zijn waarvan jij zegt... Ja, maar sure, hoe zit het dan daarmee? Want daar wil ik al zo lang iets bestellen. En ik heb gewoon geen idee hoe het werkt, hoe het moet... Laat het weten beneden in de reacties. Vraag het me en de vragen die je hebt gewoon lekker stellen. Uiteraard weet ik niet alles, maar aangezien ik toch een beetje weet hoe het werkt, kan ik voor je kijken hoe je het het beste kan doen. Ik ben natuurlijk ook geen pro. Deze verhalen zijn puur over mijn eigen mening. Ik vind het wel heel belangrijk dat webshops vertrouwelijk zijn. Dus dat je er echt van kan uitgaan dat je producten ontvangt. Dat er goed met je geld wordt omgegaan. En dat als je een klacht hebt, dat de customer service eigenlijk binnen 24 uur terug reageert. Ook al zitten ze met een tijdsverschil, ik vind het niet meer als netjes dat ze dat gewoon fixen voor je. En op die manier ben ik eigenlijk heel streng geworden met het bestellen vanuit het buitenland. Maar ja, weet je, het kan, het is mogelijk, maar hou altijd rekening met dat er dingen fout kunnen gaan. En als er dingen fout gaan, keep calm, gewoon een mailtje sturen en op die manier weet je precies hoe en wat. Wat ik je wel kan meegeven is probeer wel streng te zijn. En zeg ook echt wel van, weet je, ik ben gewoon niet blij en liever dat je... te boos bent, dan dat je zegt van, oh nee, is goed, want dan denken ze er te luchtig over. Geloof me. Dus neem dat alsjeblieft van me aan. Dus ja, mochten er daar nog vragen zijn, laat ze zeker weten beneden in de reacties. Ik hoop natuurlijk dat jullie iets eraan gehad hebben. En dat ik mensen toch net even wat meer help die hier een beetje tegenaan lopen. Ik zou zeggen, doe natuurlijk even je duimpjes omhoog als je vaker een video wil zien met reviews over webshops. Mocht dat zijn fashion, in Nederland, whatever, laat me weten. En ben je nou voor het eerst op mijn kanaal, dan denk je, goh, Charmaine, toffe video's, leuk, creatief, lekker, spontaan. Oké, dat is heel gek om over jezelf te zeggen, maar whatever. Ram natuurlijk op die rode abonneerknop en word ook lid van de Char Academy familie. En druk natuurlijk op het belletje om notificaties te ontvangen wanneer ik weer een nieuwe video heb. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!